20 meisjes van 14 en 15 jaar. Aan de start ik voor de Lofsprinters. René Planting. Voor FCC Os is hier Kelly van den Heuvel. Ook voor de Lofsprinters Anne Eikenaar. Unidas Assen is hier met Manon Smit. Voor FCC Amazonen hebben we Anja Jacobs. Voor de Heideclub Floor Goossens. Voor Nijkerk Nadine van der Schuur. En voor BMX Apeldoorn alleen maar eentjes Simone Hissing. Dames, succes. Oké, hier staan we al snel vertrokken. In het midden zien we een hele snelle start. Maar ook Vloghorstjes is weer heel rap vertrokken. En zij pakt hier dan toch de leiding. 1406. En zij krijgt met zich meer 80 Nadine van de Schuur. En dan zien we Anja Jacobs aansluiten op 3. En waar is dan Simone Hissing? Zij is pas op positie nummer 4. Voor een neerplanting op 5. Op 6 zien we Anne Eikenaar. En daarachter zien we Manon Smit. En ook de 526 zit er nog bij van den Heuvel. Maar vooraan is het nog steeds spannend hoor. Want het is nog steeds Vloghorstjes op positie nummer 1. We zien van de Schuur op positie nummer 2. En Jacobs zit er nog ook in het achterdoek. Als zij nog wat doen. In ieder geval toch de winst te gaan naar opnieuw de Heideclub. Dus naar meneer Visser gaat ook Floor Goossens de winst pakken.